Hi guys, Wout of the World hier. We gaan op een nieuw groot avontuur. En daarvoor ben ik afgereisd naar Nederland. Maar dan wel een heel klein stukje Nederland aan de andere kant van de wereld. Are you ready to explore Bonaire? Onze reis begint op Flamingo Airport en daar staat onze huurauto al klaar voor een groot avontuur. Tijdens ons verblijf hier op Bonaire zitten we in het Grand Windsock Resort. Het is een tamelijk nieuw resort en vanaf hier zit je eigenlijk heel dicht bij alles wat er te doen is op Bonaire. Als eerst wil ik jullie graag laten zien waar we slapen hier in Grand Windsock. We hebben een appartement met 3 slaapkamers, 2 badkamers, een gigantische woonkamer met open keuken en zeezicht. Ja jongens, dit is het paradijs. We genieten heerlijk van het resort en daarna is het tijd om de omgeving te gaan ontdekken. Bonaire heeft natuurlijk net als veel andere Caribische eilanden te maken gehad met slavernij. En deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis is niet op heel veel plekken te bewonderen, maar wel bij de kleine slavenhuisjes die hier staan, helemaal in het zuiden van Bonaire. Zo jongens, dan gaan we even naar binnen bij een van de oude slavenhuisjes. En zoals je ziet, ik kan hier niet eens rechtop staan. Laat staan dat je moet voorstellen, hier sliepen dus 6 slaven samen in 1 huisje. En Jens kan hier ongeveer net in zijn eentje wonen. Bizar. Ondanks de heftige geschiedenis is de zuidkant van Bonaire een waanzinnig mooie plek. En de zoutwinning is nog altijd big business hier. Tijd voor een uitstapje naar de overkant. Want op zo'n 20 minuten varen ligt het onbewoonde Bounty Island Klein Bonaire. Een hele goede morgen jongens. Het is nog lekker vroeg en we gaan een hele bijzondere excursie maken. We gaan namelijk met de rangers op pad van STCB, Sea Turtle Conservation Bonaire, om schildpaddennesten te controleren en ze te helpen beschermen op het strand van Klein Bonaire. Echt super awesome. We hebben dus al een schildpaddennest gevonden waar nog een paar babytjes in zaten. En we hebben net gekeken hoe ze de zee hebben bereikt. Dus mijn dag kan niet meer kapot. Echt fantastisch om mee te maken dit. Na ons nobele werk voor de schildpadjes is er nog tijd zat om te genieten van No Name Beach. En zo heet het echt. Recht tegenover Grand Windsock, de straat oversteken, zit je aan het strand bij de beachbar genaamd The Beach. En ik heb best wel honger, dus we gaan even lekker lunchen.
romantisch diner bij zonsondergang zitten we hier goed. Vandaag brengen we een bezoekje aan het uiterste noorden van Bonaire. En daar vind je het Washington Slagbaai National Park. Hier vind je de meest ongerepte natuur van de ABC-eilanden. En alles is hier nog precies zoals het vroeger was. Koloniale huizen erbij, voordat de toeristen kwamen. Ik vind het prachtig. Zus jongens, och, ik ken mijn partij niet rijden. Ik ga echt de hele tijd alle kanten op. Die jongen achter mij roept, jee, achtbaan! Jens roept nog eens, jee! Jens, achtbaan! Oei, oei. Het park Slagbaai is niet alleen prachtig boven water. Je kunt hier namelijk ook heel mooi snorkelen om de onderwaterwereld te ontdekken. Er zijn drie stranden genaamd Wayaka, genaamd 1, 2 en 3. En wij gaan snorkelen bij nummer 2. En dat is deze. En hier kun je dus het allermooiste koraal vinden. De hele route door het park duurt met stops al snel een uur of vijf. Het is daarom handig om een koelboxje mee te nemen. Met wat eten, water... zei ik water? Bier bedoel ik natuurlijk. Vlakbij het Slagbaai National Park vinden we het Goto Meer. En dat is echt een van de allermooiste meren die ik in mijn leven heb gezien. Als je kijkt naar de kleuren in het water en de honderden flamingo's daar op de achtergrond, met de bergen erbij, wat een uitzicht. Wat wil je nog meer? Je hoeft niet lang op Bonaire rond te lopen om erachter te komen dat de natuur hier schitterend en overweldigend is. In het zuidoosten van Bonaire vinden we een heel groot meer genaamd Lac Cai. Het grenst aan zee, maar het water is hier de hele tijd ondiep, waardoor je bijna naar de overkant zou kunnen lopen. En dat maakt het ook perfect voor kinderen om te zwemmen en om te gaan windsurfen. En dat doen ze hier hoor.
In deze ondiepe wateren leven karko's, grote zeeslakken. En alleen al de reusachtige schelpen die hier aanspoelen zijn een bezienswaardigheid. We rijden naar de overkant van Lakai en daar vinden we Sorbonne Beach, ook wel bekend als Jibe City. En dit is het paradijs voor twee dingen: windsurfen en cocktails drinken. Het eten hier bij Sebastian's is echt een dikke tip. Vooral de zoete aardappelfrietjes kan ik aanraden. Bonaire leent zich ook uitermate om een beetje de lokale cultuur te leren kennen. En dat doe je het beste in het weekend. Want overal over het eiland komen de bewoners samen in de lokale kroegjes en die noemen ze ook wel snacks. Vandaag is het zondag, dus wij gaan op een kleine snacktour. We beginnen hier, in the middle of nowhere. Met de snacktour komen we ook op de meest authentieke plekken van Bonaire terecht, zoals de oude hoofdstad Rincon. Als je op een eiland zit, dan moet je eigenlijk wel even een stukje gaan zeilen. Een goede optie zou zijn Epic Tours. En wij gaan met ze mee voor een avondcruise met prachtige zonsondergang. Let's do it! En wat hebben we een mega geluk, jongens, met deze waanzinnige zonsondergang. Goedemorgen, jongens. We gaan vandaag weer een hele mooie trip maken ergens op Bonaire. En ik heb een tof idee, want hier op Bonaire lopen een heleboel wilde ezels rond. En die ezels die hebben het lastig. Die overleven hier niet zo makkelijk in de natuur. En daarom bestaat er een donkey sanctuary. Kijk Jens, dit is Sola. Er zitten hier op de Donkey Sanctuary ongeveer 700 ezels, waarvan de jongste dus 7 weekjes is en de oudste ongeveer 51. Dus dat zegt wel heel veel over hoeveel ezels en hoeveel verschillende soorten ezels hier zitten. Ja, en eigenlijk als ze in de problemen komen ergens op het eiland, dan worden ze ook hier naartoe gebracht en dan worden ze verzorgd. Van de ezelcrash gaan we naar de overkant, naar het nummer 1 strand. Vandaag breng ik een bezoekje aan het meest populaire strand van heel Bonaire. En dat komt omdat Te Amo Beach een zandstrand heeft waar je ook nog eens heel mooi kan snorkelen.
Honger of dorst gekregen? In de middag vind je hier de Stoked Food Truck. En wij rijden ondertussen weer door naar een mooi, maar totaal ander strandje. Thousand Steps Beach. Je kan dus een prachtige wandeling maken van Thousand Steps Beach langs de kust. Het is wel een klein beetje lastig lopen. En zeker met hem, hou hem goed vast. Maar kijk hoe waanzinnig, jongens. We gaan vanavond even naar de sfeer van Cuba op het centrale plein van Kralendijk voor een van de leukste restaurantjes op Bonaire. Cuba Compagnie. Vandaag is een fantastische dag, want deze week hebben Suus en ik allebei onze refreshing course gedaan hier bij Wannedive. En we gaan nu natuurlijk wat prachtige fun dives maken. Na 5 jaar niet te hebben gedoken zijn we weer helemaal back on track en gaan we de onderwaterwereld van Bonaire ontdekken. Zo hebben we toch al heel veel mogen zien. Hey, daar zijn de ezels weer. Tijd voor een laatste ritje. Voor een van de beste uitzichten van Bonaire ga je naar de berg genaamd Seru Largu. Er staat een groot kruis bovenop en er is een prachtig panoramisch uitzicht over het eiland. Dat was het voor deze aflevering en ik hoop dat jij inmiddels net zo verliefd bent geworden op Bonaire als wij. Wij shoppen nog even voor wat souvenirs in Kralendijk en ik zie je snel weer op een nieuw avontuur. Een leuke Bonaireaanse souvenir is Bonaireaans zeezout. Dat kun je hier kopen.